Bram, deze week en de komende week en de week daarna, et cetera, gaan we lekker fruit blikken. En er komt trouwens nog allemaal zo'n malletje bij van al die mensen die dan fruit blikt hebben. Weet je wel, gedoneerd hadden. Dat was het afgelopen. Oh, okay. Ja, we hebben allemaal zoveel gezopen, behalve ik. Ik kan me niks meer herinneren. Niemand kan niet maar eens drinken, maar ik nog wel. Dus dat gaan we nog vormgeven. Dus don't worry, dit is maandag, dit is de eerste dag, dit boom. We gaan op veel dingen vooruitblikken, maar dit is echt weer een beetje een speciale... versie binnen die fruitblik is namelijk de FAB fruitblik. Dat zijn wat pareltjes. Er komen in februari komen er zo in zelf veel games uit dat we een aantal op een rij hebben gezet waarvan ik van tevoren dacht, daar zijn allemaal presentatoren die echt deze game moeten spelen. Maar deze komt niet uit in februari. Dit is een beetje een tricky one. Ja. Ik vind 2 maart, 4. Vind ik 4 maart vind ja. ik februari. Nee, ik keur hem goed hoor. Zeker ja. Als je zoveel vette games op korte tijd achter elkaar hebt zitten, dan hoort hij er ook nog bij. Ik denk namelijk, Koos, dat dit, als je alles op een rij zet wat er in februari uitkomt, dat ja. dit de game voor jou gaat zijn. Waar het niet dat hij niet in februari uitkomt, maar doe even met mij mee. Ja, dit is de game. Dit is de game die jij het meest wil in februari. Nee. De game die ik het meest wil in heel 2022. Ah, oké, okay, sorry, ja. Dus ja, kijk, februari, dat was al geen issue. Maar er komen heel veel vette games volgend jaar. Maar dit is voor mij absoluut de nummer 1 game. Ja, er komt niks bij in de buurt. Heeft dit ermee te maken dat we hebben lang moeten wachten op een ouderwetse Gran Turismo? Want er is natuurlijk ja. Gran Turismo Sport geweest. Ja. Waar jij ook nog steeds wel allerlei leaks mee doet en wedstrijden. Maar de ouderwetse autootjes verzamelen, missietjes doen, weet je wel. Dus je moet je rijbewijsjes en al dat soort dingen halen. Dit is er weer eentje. Ja, zeker weten, man. En GT Sport, begrijp me niet verkeerd, was gewoon een hele vette game. Ja. Weet je, het racen stak prima in elkaar. Alleen voor de echte oldschool fans was het niet echt Gran Turismo. Mm-hmm. Het was een soort van spin-off. Ja. Weet je, dat heeft Gran Turismo in het verleden wel eerder gehad met conceptauto's en dat soort dingen. En het voelde als een spin-off. En de reden waarom het zo extreem lang voelt, ook voor ons, is mm-hmm. omdat Gran Turismo 6, die is uitgekomen ten tijde van de PlayStation 3. Ja. Maar ten tijde van het einde van de PlayStation 3, en volgens mij, ik heb het niet gegoogeld, maar volgens mij was toen of de PlayStation 4 al uit, mm-hmm. of die kwam een maand later. Er was een hoop gezeik over. En het ding was daarmee, de PlayStation 4 was ook niet backwards compatible. Nee. Dus ik heb de game bijna niet gespeeld. Ik heb het opgepikt omdat het gewoon heel erg vet was. Maar ja. De PlayStation 3 was alweer verleden tijd. En ik moet zeggen, Gran Turismo 6 is eigenlijk in feite de beste Gran Turismo die weinig mensen hebben gespeeld. Om precies die reden. Ja, nee, dat is, ja, zo zou je dat wel kunnen zeggen. Het is in ieder geval, ik hou er wel van, als er tijd tussen zit, meer dan 4-5 jaar, dan heb je gewoon weer... want ik ben er ook een tijd klaar mee geweest. En dat was deel 1, deel 2 vond ik echt fantastisch. Op een gegeven moment ja. dan van, oh, weer dat stugge rijbewijsje halen en dat soort. Ik geef me alsjeblieft al die auto's in één keer. Nou, toen kwam Forza. Ja. Frisse wind, zo. Hè, die waren veel meer van, hey, joh, wat je wil spelen, wil je in een trage auto of wil je meteen in een bloedsnelle mobiel? Ja. Doe het. Ze speelden daar heel slim op in, weet je. Ja. Gran Turismo heeft gewoon een loyale fanbase. Echt groot ja. ook wel. En, maar er waren altijd dingen. Er zat geen schademodel in. Nee. Weet je wel, heel lang niet. En eigenlijk nog steeds vrij belangrijk. Nee. Maar er zat geen schademodel in. Er zat geen customization in. Dat probleem wat je nu al zegt. Ja. Ik wil gewoon meteen aan de slag met de vetste shit. En de wereld ziet er steriel uit. En dat is precies al die dingen die Forza dan ging doen. En dat ook gewoon het bestaansrecht ja. van Forza heeft waargemaakt. Door heel spectaculair te zijn. Heel veel auto's. Heel veel customization. En toch heeft die game voor mij nooit het bijzondere en het magische gehad wat Gran Turismo wel heeft. En ja, ik ben juist heel erg van die structuur van een rijbewijs halen. En mm-hmm. een rijbewijs halen, zeker een S-license, was op een gegeven moment was best wel pittig. Weet je wel? Zeker. Je moet echt leren autorijden. Ja. En dat is ook wat Polyphony Digital altijd wel voor ogen heeft. Zij willen van jou een auto gek maken, een race gek, maar niet race alleen om de spektakel en de adrenaline, maar om de schoonheid van de sport. En het ja. elke keer een paar seconden van je tijd af proberen te schaven en dingen. Nou, het is natuurlijk... Ja, want ik denk namelijk dat deze Gran Turismo, afgezien de graphics, de physics, het bizar, weet je wel. Ik bedoel, ze hebben ook customization is uitgebreider dan ooit, hè? Ja. Met name de techniek.
Maar in wezen blijft het een hele archaïsche game. Namelijk, je door al die opdrachtjes doen, krijg je steeds weer een nieuwe auto en kun je dat in je garage neerzetten. Nou, en het grappige was dat... Je werkt gewoon ergens naartoe. En de voldoening. Ja, daar gaat het om. Ja, en dat mis ik gewoon de hele tijd bij bijvoorbeeld een Forza, maar op eigenlijk heel veel andere games. Ja. Alles wordt je gewoon gegeven. Nee. En dat is vet, maar op een gegeven moment... Ja, dan gaat het toch ook een beetje vervelen. En nee, hier hebben we altijd iets om naartoe te werken. Je was trots op de auto die je te pakken had gekregen. Nee, dat is grappig. Dit is natuurlijk in veel dingen. Als je iets heel veel moeite voor iets moet doen, kun je op een gegeven moment ook het gevoel hebben van, nou wil ik het ook wel eens een keer makkelijk. Ik heb niet zin om elke keer weer zoveel moeite te doen. Het mag ook een keer makkelijk. Nou, dan komt het een keer makkelijk. Dat heeft Forza gehad. En dan bij de tweede of de derde keer denk ik, ja, maar eigenlijk heb ik nu niet meer een band met die auto, want precies, ik wissel hem de hele tijd in. En dat heeft hier wel de voldoening als je inderdaad op een gegeven moment het driften hebt in de vingers hebt, of het rallyrijden, wat al vreselijk kut was in Gran Turismo. Ja, klopt. En je haalt het, de verzameling die je hebt, die je met elkaar kunt uitwisselen, van kijk eens wat ik allemaal heb. 300 auto's kunnen in je garage, er zitten er 400 in. Ja. Ze hebben wat zeg maar nieuwe modellen, maar ook weer wat oude modellen van voor de jaren 2000. De laatste Forza heb ik even opgezocht, die had er 700. 700, ja. Kijk, maar het doet mij, ja. Kijk, op een gegeven moment maakt het niet meer uit. Nee. Weet je wel, je moet wel echt een vast aantal, je moet wel een goed aantal auto's hebben. Ja. Ja, en dan op een gegeven moment 400, 500, 600, 700. Dus ja, dat maakt niet meer uit. Volgens mij had zelfs Gran Turismo 6 1200 auto's, ja, als ik me niet vergis. Nobody cares. Maar het gaat me wel om het detail. En ik denk dat dat is polyfonie natuurlijk. De physics van elke auto, het interieur, alles is tot in de details uitgevoerd. En dat is natuurlijk wat het is. Dat het kiezen voor de auto die bij jou past, wie jij in het echt ook mooi vindt. Ik ben een fan van Aston Martin, weet je wel. Ja. Zit die erin? Jij houdt volgens mij van Ferrari meer. Ah, absoluut. Ja. Zit dat erin? Welk model ga je nemen? 40. Dat is wat Gran Turismo zo. Maar het is fucking kinderachtig of misschien wel jongensachtig. Ik weet ook niet hoe ik dat moet zeggen. Wie weet zijn er ook heel veel vrouwen trouwens die het heel tof vinden. Maar ik denk dat het wel een mannendingetje is. Gewoon autootjes. Dat heeft dit wel. En ik heb daar weer vreselijk veel zin aan. Ik heb alleen geen PlayStation 5. Nou, dat maakt niet uit. Wat heb ik op de PlayStation 4? Ja, maar ik wil hem op de PlayStation 5. Ja, dus nee, ik hoop echt dat die bundels weg zijn op een gegeven moment. Dat het me toch lukt. Want jij gaat hem op de PlayStation 5 wel. Ja, met stuur. Ja, zeker weten. En, maar het is eigenlijk precies wat je zei aan het begin. Weet je, je wil een band opbouwen met een auto. En ik vind het gewoon fantastisch om met... Je krijgt volgens mij altijd een vast startbedrag. Mm-hmm. Ga hier maar langs de dealers. Ja. Kies maar een auto. Kies de kutste auto die er is. Want als je de kuttere auto kiest, heb je meer geld over voor upgrades. En zoals je zelf al zei, er zitten meer upgrades dan ooit tevoren zitten erin. En dan ga je met die kut auto van je, die lelijke kut auto van je met opgevoerde fucking shit en een nieuwe uitlaat. Daar ga je beginnen mee aan de Sunday Cup. Ja. En langzaam komt er meer geld binnen. Kan je meer tunen. En op een gegeven moment wordt het echt een levend ding. En ook al gebruik je hem niet meer, omdat je 5 leagues verderop zit en al veel hogere moeilijkheidsgraad. En je ziet die auto in je garage en denkt van, ja, nee, weet je wel, zo. Dat was een mooie tijd. 90 tracks, nou weet ik niet helemaal, want dat is vaak een beetje gegoocheld. Dat kan namelijk ook één track zijn, maar dan gespiegeld. Ja, dat zien ze dan weer als eenzelfde track. Ik vind dat nooit helemaal eerlijk aan de andere kant. Ik 90 is wel veel. Nou, dat is ook niet logisch om dat echt allemaal unieke circuits van te maken. Ja. Inderdaad, een reverse, dat geldt als een nieuw circuit. Ja, nou, ja. Dat is eigenlijk ook wel zo natuurlijk. Maar je hebt ook op Silverstone, heb je Silverstone Short bijvoorbeeld en Silverstone Long. Dus dat is wel eigenlijk van alle tijden hoor. Ik ben ook blij dat echt een aantal klassiekers terugkeren, zoals Trials Mountain, D-Force Raceway, weet je. Dat zijn zulke echte Gran Turismo circuits voor mij. En die heb ik gewoon gemist tijdens GT Sport. Ja. Dus. Ik ben heel benieuwd altijd, wat ik altijd een beetje het zwakte punt vond van de Gran Turismo serie, was de AI. Ik vond ze vaak een beetje alsof ze op rails reden. Ik vond daar met name Codemasters is daar wat beter in. Microsoft heeft ook stappen gemaakt, of in ieder geval de studio die Forza maakte. Ik ben ook heel benieuwd hoe zij hiermee zijn opgegaan. Omdat zij nogal... Yamauchi heeft nogal een focus op dat de auto echt zo is zoals die is. Dus heel veel tijd in de physics, heel veel tijd in besturing. Ja.
Maar wat minder in de AI. En zeker in zo'n moeilijke game, die op een gegeven moment echt pittig wordt, is het fucking vervelend als iemand je eraf ramt. Terwijl je denkt, maar dit is niet, dit kan niet, weet je. Dit is niet natuurlijk. Ja, nee. Dat is altijd een zwak punt geweest inderdaad, ja. Van de serie. Het was ook, heel veel races begonnen altijd gewoon. Je begint als 16e en je rijdt helemaal naar voren. En ja. Jouw auto gaat waarschijnlijk wel echt 2 keer zo hard als al die andere auto's. Ja, dat is niet echt de moeilijkheidsgraad, vind ik. Nee. Dat zijn meer challenges, zou ik ze willen noemen. Dat blijft altijd een zwak ding. Als we nu kijken naar de nieuwe beelden in ieder geval. We zien in ieder geval wat inhaalacties zien we gebeuren. We zien ze niet in één rechte lijn achter elkaar rijden. Dat was altijd wel zo. Ja, hier nu natuurlijk wel, maar dat is omdat ze op een recht stuk zitten. Maar net bij de bochten zag je toch naast elkaar langs de heen. Dus ik hoop dat ze daar wat stappen hebben gemaakt. We gaan het zien. Dat is wel altijd een zwak punt geweest van ze. 4 maart. Ja, ik ben met 2 maart. 4 maart. En ik denk dat het ook nog wel belangrijk is om te vermelden. Ze schijnen echt iets bijzonders te gaan doen met de PlayStation 5 controller. Oké. Dus ja, nogmaals. We pas als we hem in onze eigen handen hebben gehad natuurlijk. Ja. Maar ze hebben natuurlijk de haptic feedback. Daar gaan ze wat mee doen. En ze hebben die adaptive triggers. En daar hebben ze me al mee laten weten dat bij het remmen, dat op een gegeven moment als jouw remmen blokkeren, dan valt ook in één keer de tegenstand weg. Oh, wow. Dus dan voel je dat meteen aan en kan je daarop inspringen. Vet. En hetzelfde zou zijn bij het ronken van de motor, het gas geven. Dat je dat echt voelt. En op het moment ook dat je wheelspin hebt, dat die dan ook de weerstand terugvalt. Ga jij natuurlijk helemaal niks van merken. Ik ga het zeker testen. En ik denk dat het ook hartstikke handig en fijn is. Ik speel met controle. Ja, dus ik wou het zeggen wel. Ja. Hartstikke handig en fijn is voor mensen die met de controle spelen. Want je krijgt toch een stukje feedback weer mee. Want de stuur maakt je niet automatisch sneller. Nee. Het is vooral de force feedback in een stuur die informatie geeft over de wegligging van de auto. Je stuurt toch gewoon net wat makkelijker. Je stuurt wat genuanceerder. Ja. Maar ik bedoel, heel veel is juist een auto opvangen. Of juist voelen hoe diep je in het gas moet gaan. Ja. Om niet voor wheelspin te zorgen. Waardoor, en dat is allemaal tijdwind. En dat krijgt een controlespeler nu ook. En waarschijnlijk ga je daar straks een stukje sneller door. Wat we ook krijgen, en we zien het nu 4 maart, is het ongelooflijke klinische menustructuurtje natuurlijk altijd van de Japanners. Het is nooit mijn ding. Maar goed, als het maar doet, doet het het. We kunnen allebei niet wachten. Koos niet, ik niet. Skate niet. Daan niet. Steven niet. 5 man op de redactie moeten deze game gaan spelen in maart, wat voor mij gewoon februari is. Anyway, binnenkort meer van dit soort korte previews, verwachtingspreviews, verheugpreviews op die grote games die er in februari aan gaan komen.